Would it like violence? Break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me. Pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted. Er zit sowieso heel veel jurken. Dat was echt duidelijk vanaf het begin dat ik gewoon heel veel jurken wilde doen. Ook omdat ik dat leuk vind. Ik vind ook wel dat het heel erg bij mij hoort. En daar zit heel veel soort van speel met de klassieke dupjes. Dus soms dan heb je jurken waar het misschien in een rokje en een topje lijkt. Maar dan is het een jurkje. Of andersom is het een rokje en een topje en dan lijkt het een jurk. Dus ja. Veel jurken, veel overhemden details. Iets wat ik ook wel vaak mee werk en weer heb geprobeerd verder mee te experimenteren. Ik probeer altijd vanuit mezelf te denken van nou, waar ben ik nu in mijn leven, waar ben ik mee bezig en hoe kan ik dat proberen te vertalen. De laatste tijd heb ik het heel druk gehad met privéopdrachten, echt couture. En daar heb ik heel veel plezier in gehad. En daardoor ben ik heel erg geïnspireerd geraakt door een heel klein groep vrouwen wat er bestaat in de wereld die een soort van kunstverzamelaars zijn of verzamelaars van couture. En dat vond ik heel interessant gegevens. Daar heb ik het dan een beetje omheen gebouwd. Of een beetje, nou, dat is eigenlijk de verhaal. Je ultieme droom voor de toekomst, wat is dat? Ja, dat is toch misschien dat internationale stap. Dat blijft wel echt een droom en een uitdaging. Dus dat is genoeg om naar te streven, zeg maar, ja.